Hier woont een organist. Instrument, die muziek die daarvoor geschreven is, speelt, zal het instrument je waarschijnlijk zelf al op het goede spoor brengen. Bij de Bach-vereniging proberen wij uit te gaan van de instrumenten of kopieën uit de tijd van Bach. En dan zie je dus dat er al ongelooflijk veel mogelijkheden zijn. Hier op die originele afbeeldingen zie je vooral het woord klavier met een C staan. Een klavier is... Dat zijn de toetsen, hè? Het toetsenbord van een klavesymbool. Dat is eigenlijk in het Engels wat de keyboard heet. Dus voor Bach is elk instrument met een toetsenbord is eigenlijk een klavier. Dus of het een orgel dus is. Zelfs een orgel nog. Ja. Ja. Het grappige is dat wij daar waarschijnlijk meer problemen mee hebben op welk instrument er gespeeld zou moeten worden dan men dat in die tijd had. De vraag op welk instrument zou het nou gespeeld moeten worden is vooral denk ik eentje van de huidige tijd. Het klavsymbool is een tokkelinstrument. En dus de snaren worden met kleine pennetjes aangetokkeld. En dan is dit eigenlijk het hele mechaniekje. Je ziet hier het pennetje, dat in dit instrument van kunststof is. Omdat het vroeger eigenlijk van vogelveren gemaakt werd. Dat heb ik bij een ander klavsymbool wel. We zien hier de demper. En als ik de toets indruk, gaat dat dokje naar boven. Dan zie je dat het pennetje langs de snaar gaat. Tokkelt aan. Als ik hem naar beneden laat gaan, dan gaat hij langs de snaar weer, valt hij terug. Tenminste, dat zou hij moeten doen. En dan komt de demper, dat veeltje, komt op de snaar en dan is het geluid afgelopen. Nou, als je naar de toon van een klavesymbool luistert, dan hoor je aan het begin van die toon een soort T eigenlijk, een soort de aanspraak daarvan. En dan gaat die toon eigenlijk al vrij snel naar beneden toe. Dat heeft voor- en nadelen. Dat betekent dat je andere tonen dan weer beter hoort die vlak daarna komen. Het betekent als een toon heel lang zou moeten zijn, dat hij dat niet is. Ja, zo eentje had ik het toen niet, 30 jaar geleden. Heel mooi. Als we bij Bach zien dat klavier eigenlijk elk instrument met een klavier kan zijn, is het in de tijd na Bach, dus na 1750, is klavier echt een clavichord in Duitsland meestal. En het heeft een super eenvoudige mechaniek eigenlijk. Op de achterkant van de toets staat een messingstaafje. Dat drukt tegen de snaar aan. Op het moment dat het daar tegenaan komt, heeft hij eigenlijk een tweede kam gemaakt, zodat dit gedeelte klinkt. Kijk, als ik nu het aantokkel, heb ik eigenlijk een klavesymbool. Of iets dergelijks. Dit instrument kan in tegenstelling tot een klavesymbool ook hard en zacht. In de bas hoor je dat misschien nog duidelijker. Dus kan echt zo. Je kan daar zeer veel nuances mee maken. En je kan ook door afwisselend te drukken en weer naar boven te laten komen, een, zo heet dat, een B-boom maken. Dat is een vibrato. Er was zelfs een speciaal teken voor. Op zichzelf is deze aria perfect voor dit instrument, volgens mij. Dus ik vind het heel overtuigend klinken. Zangerig, aria. Ja, dit is niet zomaar een fortepiano, dus een hard zacht. Dit is een heel bijzonder museumstuk.
Het verschil met de klavercimbal is natuurlijk ook dat het hier een volkomen andere beweging is, horizontaal gezien, naar boven. Het is een zwaaiende beweging. Dit is een prel, zogenaamde prel in het Duits, en prelmechaniek. En het enige wat er gebeurt is dat het end van de toets gaat dit omhoog en die lanceert, net als bij een pinball wizard, die lanceert de hamer. De opstoter die zorgt ervoor dat de hamer een hele mooie zwiep maakt en naar de snaar gebracht wordt. En bij dit soort instrumenten is het dan zo dat als je meer snelheid geeft, niet meer gewicht, dan vertaalt het zich in een harder geluid. En als je dat minder doet, dan is het zacht. Met andere woorden, je kan net als bij een clavichord hard en zacht spelen. En dat is natuurlijk iets anders, of behoorlijk wat anders dan bij een klavercimbal. Dit instrument uit Wenen uit 1787 is het meest recente instrument van hier. Bij mij thuis, waar we nu naartoe gaan, is een instrument uit 1825 het oudste instrument bij ons thuis. Dit instrument is 40 jaar later dan het instrument van Anton Walter. Het instrument is groter, de hamerkoppen zijn ongeveer dezelfde vorm, van dezelfde vorm, maar zijn duidelijk al wat groter. De omvang is vergroot en er zijn dus 5 pedalen met allerlei special effects. Dit was met de modulator. En dan gaat er hier een filtenlap voor, die gaat tussen de hamer en de snaar. Je kan heel duidelijk zien dat er tussen is. En als je dus normaal een toon hebt en nu met de moderator, een heel ander karakter. En eigenlijk doet het een beetje denken aan een clavichord nu. Dus er zit altijd dus die filtenlap op en dan een beetje speeldoosachtig. Als er iemand jarig is in dit huis, dan natuurlijk. Dus dit instrument heeft in principe niets met Bach te maken, maar toch weer alles, omdat Liszt was het al het dagelijks brood. Hij begon iedere dag met een preludium of fuga uit het voltempererde klavier. Al zijn leerlingen moesten elk van de 48 a prima vista kunnen spelen. Hij zei, nummer 23 gaan we nu doen. Speel dat nu. Dat was echt het dagelijks brood. Etude. Dus Bach was wel degelijk heel erg belangrijk in de levens van alle grote componisten. Dus in die zin zijn dit soort instrumenten wel heel erg belangrijk voor Bach. Maar geven dan weer hoe men in andere tijden met Bach omging. Technici hebben niet stilgezeten, dus er is heel veel gebeurd. Er is een ongelooflijk ingewikkeld repetitiemechanisme ingekomen. En dat is tot in de perfectie werkelijk gemaakt. Maar er zijn dingen zo perfect geworden dat je als interpreet eigenlijk een beetje moet meehelpen, vind ik. Bijvoorbeeld de pedaal. Als je een toon indrukt, is die toon meteen weg. De demper die doet, zak, is weg. En dat is op oudere instrumenten, zoals ik daarboven heb laten horen ook, is dat niet zo. Die demping gaat een beetje zo weg, wat heel natuurlijk is. Dus wat je dan moet doen, tenminste wat ik probeer, is dan met de rechtervoet, met de rechterpedaal, dat een beetje herstellen met half pedaal, zodat het op een natuurlijkere manier weggaat en niet meteen ophoudt. Dus dat je. Waardoor het instrument veel meer zingt. Dat doen
alle pianisten natuurlijk eigenlijk als een soort tweede natuur. Maar dit soort instrument heeft een langere toon. Dat wil zeggen, als die aanslaat, dan hoor je meteen... Dan houdt hij dezelfde dynamiek en gaat dan na verloop van tijd vrij snel weg. Terwijl boven, en wat we ook bij die Walter in Doesburg hoorden, hoor je even een piek en dan heel erg lang diminuendo. Gaat hij heel erg lang, blijft hij doorklinken. Dat is een hele andere karakteristiek. De beperking van een instrument heeft ook zijn voordeel, want je komt tegen die beperking aan. Dus dit instrument ziet, dat heeft 5 octaven omvang, van F tot F, wat veel hamerklavieren ook hebben, wat klaversymbolen ook hebben. Dus je merkt dan, Bach had niet eens zoveel tonen trouwens in de bas, als je dan aan het eind toe komt, dan voel je ook echt, zelfs met vingerzettingen, kom je hier tegen die zijkant aan. Dat is de allerhoogste toon, hè? Dat heeft iets heel speciaals. En op die Steinway komt daarboven geloof ik nog 1,5 octaaf of zoiets. Ja, daarna, hè? Dus, hè? Heb je het gevoel, oh ja, dat is een beetje hier zo in het midden. En ook de laagste tonen zijn lang niet de laagste tonen. Dus dat heeft minder uitdagingen in zekere zin. Het is natuurlijk ook zo, wij proberen het te laten klinken zoals we denken dat het geklonken zou moeten hebben. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iemand die heel erg van Bach houdt, dat niet op zijn piano of op zijn keyboard zou kunnen spelen. Moet je zeker doen, nee. Daar beleef je zelf plezier aan om die muziek te spelen. Maar voor ons is dat natuurlijk toch een heel ander uitgangspunt. En persoonlijk vind ik het toevallig, omdat ik ook pianist ben, heel erg interessant om Bach, om dan maar even Bach te nemen, maar te spelen op een instrument uit 1820 of wat we net hoorden uit 1787. Maar ook op een instrument van nu. Een grote panzerkreuzer, grote Steinway-vleugel. Dat vind ik leuk om dat te vertalen en om toch met die muziek op die manier ook om te gaan. Maar dat is meer zeg maar een persoonlijke hobby buiten de projecten van de Nederlandse Bachvereniging. Ik moet daar wel een beetje denken aan wat ik wel eens gehoord heb. Dat iemand zei, laten we ons geen mietje noemen. Als we proberen Bach of Mozart zo authentiek mogelijk te spelen met de instrumenten uit die tijd of replica's daarvan en met alle kennis die we hebben van uitvoeringspraktijk en veel gelezen hebben, dan moeten we vooral alleen maar blij zijn dat we het zo zouden spelen dat de componisten hun eigen muziek zouden herkennen. Ja. Daar moeten we al tevreden zijn. Klinkt eigenlijk best mooi, maar zo is het niet bedoeld.